Steven Nieuwendaal, hartelijk welkom bij OJC TV en proficiat met deze overwinning. Hoe heb jij deze overwinning ervaren? Als een cruciale. Vandaag moest gebeuren, dus wat dat betreft blij met de overwinning. Ja, en de eerste doelpunt van Wesley Meeuwis in de rebound. En dan maak jij een schitterend doelpunt in de tweede helft. Man, dat was een lekker doelpunt, of niet? Ja, nou ja, ik raakte hem aardig. Volgens mij werd hij nog even van richting veranderd. Maar goed, ik kom niet zo vaak in die positie, dus dan is het ook gewoon ogen dicht te schieten. Ogen dicht te schieten. Goed, na de winterstop tegen JVC Kuik vorige week helaas niet goed begonnen, maar toch. Ja, Steve, als een van de leidende spelers, wat leeft er op dit moment in de groep? Hoe is de sfeer? Nou ja, tegen JVC Kuik, om daar even op terug te komen, zijn we qua resultaat niet goed begonnen. Maar ik denk qua groepsproces en qua spel dat het alweer een stijgende lijn te pakken had. Het belangrijkste wat er is aangebracht is discipline. Discipline en duidelijkheid. En dat is wat deze groep nodig heeft. Want er zitten toch een aantal, leuke mannetjes in. Die wel wat sturing kunnen gebruiken hier en daar. Nou, en als we die jongens ook in het team kunnen laten functioneren. Zoals ze vandaag hebben gespeeld. En ook zoals ze tegen JVC Kuik hebben gespeeld. Ja, dan heb je kans van slagen. En dat we allemaal bezig zijn met, we moeten naar concurrentie kijken. We moeten punten pakken. Ja, dat is duidelijk. Alleen dan zal je zelf eerst moeten winnen. En dat kan pas als je als team speelt. En dat hebben we vandaag gedaan. Je triggert mij door de opmerking discipline en duidelijkheid. Leg eens uit. Nou ja, ik denk dat het begint met het feit, wat verwacht je van elkaar? Hè? Ik bedoel, het is wel fijn als je als buitenspeler een taak hebt aan de zijlijn staan en diepte zoeken. Het zijn basisafspraken, maar die zijn niet altijd nageleefd en ook niet altijd duidelijk weergegeven. Nou, dat is ingebracht eigenlijk al toen Koen het overnam. En daar gaat Mark volgens mij nu op verder met zijn visie. En volgens mij is dat ook wat wij nodig hebben en waarmee wij verder kunnen als OJC zijnde. Discipline, duidelijke afspraken en feitelijk afspraken nakomen en zeggen waar het op staat feitelijk. Nou, dat klinkt simpel, maar we hebben zelf ervaren dat het niet zo simpel is. Voetballen kan iedereen als we voorstaan, maar het gaat erom als het 0-0 is en je begint aan zo'n wedstrijd, hoe ga je zo'n wedstrijd in? En ja, inderdaad, discipline en afspraken. Nou, laten we hopen dat vandaag dag 1 is van de ommekeer binnen de derde divisie bij OJC. Dankjewel voor dit interview, Steve, en heel veel succes de rest van het seizoen. Dankjewel.